Wat we gaan doen is dat je een ritje gaat maken in de auto. Eerst rij je nog zonder alcohol, zodat we kunnen kijken hoe je reageert op gebeurtenissen die gaan plaatsvinden. Rondje Evers, zonder alcohol op. Ja, je stopt die bubbel de hele tijd. Run past the rivers, run past all the light. Een beetje een videospel gevoel zo. Ja, lijkt het wel wat op, klopt. Kijk, en wat je ziet is dat je toch heel alert aan het rijden bent. Hè? Dus je hebt, ondanks dat je last hebt met, hè, het is wat lastig om die simulator te bedienen, je bent toch heel alert en reageert gelijk op zo'n gebeurtenis als net. Oh, shit man. Nou, je ziet, dit is ook een hele moeilijke situatie, maar je bent toch op tijd. Ja. Nou, op het moment dat je alcohol op hebt, dan gaan je vaardigheden worden minder. En eigenlijk moet je dat vergelijken met als je de vaardigheden hebt van iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald. Nou, die mist ervaring, de voertuigbediening is wat minder. Nou, mensen die net hun rijbewijs halen, die hebben een 7-maal hogere ongevalkans dan de gewone automobilist. Dus eigenlijk op het moment dat je te veel alcohol op hebt, ja, dan moet je jezelf vergelijken met de vaardigheden van iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald. 3-4 borrels op. Kijk hoe dit gaat. We simuleren nu dat je de alcohol op hebt. Dat doen we door het vertragen. Dat je, hè, als je remt, vertragen we dat wat. Hetzelfde met stuurbewegen. En dan gaan we kijken of je net zo de rit eraf brengt als toen net. Hoppatee. Gaat best goed. Ik heb er helemaal niet last van. Het alcohol die werkt in op je hersenen en zorgt er eigenlijk voor dat je de informatie die je normaal heel snel kunt verwerken, dat gebeurt eigenlijk automatisch, dat die toch minder snel verwerkt wordt. Bovendien zorgt die alcohol er ook voor dat je wat zelfverzekerder wordt, dus je hebt toch een beter gevoel over je eigen prestatie. En je vindt ook dingen die fout gebeuren, ben je toch wat minder geneigd om daar de nadruk op te leggen. Oh shit. Nou. Dat was een botsing. Dat was een botsing, ja. Wat er nu gebeurt is dat je reageert, maar die reactie wordt wat vertraagd doordat je hersenen minder snel de informatie kunnen verwerken. Nou, dat scheelt net die 1,5 meter die nodig was om op tijd te stoppen, waardoor je nu toch dat mannetje hebt aangereden. Nou, dat is niet zo aardig voor mij. Nou, dat zie je al. Sorry. Je weet dat je alcohol hebt en dan ga je dus heel bewust rijden. Nou, dat zagen we eigenlijk ook bij jou gebeuren. Je ging rijden, je was heel bewust, heel alert daardoor. En toen ging het eigenlijk allemaal goed. Dat rijden was wel een beetje schokkerig. Daarna ging je opnieuw rijden en toen zei je van, hé, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk. En ging je eigenlijk alweer veel harder rijden dan dat je in die situatie eigenlijk had moeten doen. En als je dan op de automatische piloot gaat rijden, ja, dan krijg je echt last van die alcohol. Want dan ben je er eigenlijk niet meer van bewust wat er gebeurt. En ben je een fractie te laat misschien met reageren als je toch de bocht in had moeten sturen. Of dat je had moeten afremmen omdat iemand wil oversteken bij een oversteekplaats. Nou, dat is eigenlijk wat we zagen bij jou. Je was op tijd, zonder alcohol was je op tijd en reed je die man met die kruiwagen niet aan. Met alcohol, maar heel iets te laat. Maar er was toch die 1,5 meter die je ruimte had en nu voor een ongeval zorgde. Nou, hier gaat het nog net goed. Het scheelt dus best wel veel, vind ik eigenlijk. Geen borrel drinken of 3-4 borrels. En met die borrels op heb ik toch een ongeluk veroorzaakt. En ik ben een beetje misselijk.